KLG is natuurlijk een familiebedrijf Pursang. Met twee broers die totaal anders zijn. Transport is natuurlijk veel import en export met veel beslommeringen. Maar daar merken de klanten niks van. Broeders Kuiken zijn voor mij ook echte rasondernemers. Die vanuit een familiegedachte in een zeer concurrerende sector toch het verschil hebben gemaakt. Ik denk dat ze elkaar aanvullen en dat ze elkaar versterken. Kees en Ad zijn genomineerd omdat ze een fantastisch bedrijf hebben. Waar vanaf 1918 opa mee begonnen is, maar wat zij op een geweldige manier voortzetten. En zij zijn echt een familiebedrijf. Zij stralen uit een familiebedrijf te zijn, maar doen dat op een professionele manier. Want moeder die zei vroeger al, jongens, je moet eten om niet opgegeten te worden. En je ziet vanaf 2002 dat ze gedurende 10 jaar veel bedrijven gekocht hebben en opgekocht hebben. Ze passen innovatie toe in de ICT. Dus proberen echt om daar helemaal vooraan te blijven lopen. Zij onderscheiden zich echt door dat marktleiderschap na te streven. En dat marktleiderschap hebben ze in Frankrijk. En dat hebben ze in Roemenië. Wat heel knap is, is dat ze nu de stap naar China maken. Dat doen ze samen. En daar komen ze iedere keer uit door met elkaar de krachten van beiden te bundelen om het ondernemen weer een stap verder te maken.